Dames en heren, daar zijn we weer. Welkom bij een kennissessie, dit keer vanuit ons eigen prachtige hoofdkantoor hier in Den Bosch. We hebben niemand minder dan Kevlin Henny hier vandaag, Java Guru, die voor de groep aan het spreken is. 52 man, stuk voor stuk, knarsende tanden zitten ze er klaar voor. Wij hebben er zin in. Zometeen is deze zaal lekker gevuld voor een happy en daarna duiken we de kennis in. Wat proef je nou hier bij Rockstars? Ja, wel een soort samenhorigheid of zo. En dat verwacht je niet echt van een detacheringsbureau. Dus dat is wel cool om te zien. Ja, het was leuk. Zeker, het was interessant. Hij was grappig. Het was dus iets wat ook voor Embedded leuk was. Wat ook weer een nieuw ding was binnen Rockstars. De meeste zijn of voor Java of voor .NET. Veel herkend. Ook nog wel wat geleerd. Dus het was heel gaaf. I think it was good. People didn't throw fruit or beer bottles at me, so I'm going to take that as a win. I got some really interesting questions afterwards. People laughed at all the right points or went at the right points when I showed them things that this could be in your code. I was very pleased with that, but I think other people got something from it as well, which is good. Hey, wat blij ontvangen hier. Krijg een kaartje, mag wat drinken, heel informeel. Het is gewoon leuk hier bij Rockstars. We have a lot of blind spots when it comes to software development because there are so many things to account for. But one of them is that if we use other people's code, then that can give us an advantage. It can be a benefit, but it's also potentially a liability. That's a risk we have to manage. How long is that code going to be around for? Has it been tested? Does it have a platform dependence that's going to hold us back in future? We use so much of other people's code to build the systems that we've got now. Everything is both an advantage and a risk, but we only look at the advantage. We need to look at the risk as well. Dames en heren, het zit er weer op. 53 geboeide IT'ers hebben hier vol passie geluisterd naar Kevlin Henny, die een fantastisch wereldse presentatie neer heeft gezet. Het is tijd voor nog even een kleine borrel achteraf, want ik zag dat er nog wat mensen om hem heen waren die nog even wat snelle vragen wilden stellen. Ik ga even lekker een biertje pakken en ik zie jullie snel weer, want we hebben een heel dik programma hoor, nog het laatste half jaar. Tot snel!